Waar komt u vandaan? Ik woon hier een paar straatjes verderop. Dus heel dichtbij. Woont u al lang in de wijk? Nu een dik jaar. Oké, en hoe bevalt het? Wel, eigenlijk wel goed. We hebben een comfortabel huis, wat goed geïsoleerd en dergelijke. En dat is goed wonen. En we zijn heel blij met het kanaal, omdat het ruimte geeft. Hè? En omdat je lekker even kan uitwaaien. En dat is voor ons wel belangrijk. En waar was je nu naartoe op weg? Gewoon eigenlijk naar nergens. Uiteindelijk komen we weer thuis uit. We lopen deze hele route heen en terug. En dan ergens halverwege dan keren wij weer om naar huis. Dus we zijn nergens naar onderweg. Mag ik vragen waar u vandaan komt? Ik kom van mijn huis. Ik kom van uw huis. En waar gaat u naartoe? Want u bent lekker relaxed. Naar mijn huis. Naar een ander huis? Naar hetzelfde huis. Naar hetzelfde huis? Wandelen. Gewoon in beweging. Van de kanaal, ja, een beetje bewegen en dan terug naar huis. En doet u dat vaker zo langs het kanaal? Bijna iedere dag. Ja, en wat doet dat voor u? Is het ook ontspanning? Ja, gaat wel. Gaat wel? Ja, een beetje lucht in en zo. Beetje frisse lucht. En zo, ja. U kwam hier heel lekker aanracen, want dat kan lekker, het is net een racebaan langs het kanaal. Mag ik vragen waar u vandaan komt? Utrecht Centrum. En waar race u naartoe? Ik race naar de IKEA. Oh ja, dat is natuurlijk lekker dichtbij. Doet u dat wel vaker zo langs het kanaal? Ja, want op de een of andere manier heb je altijd wind mee. Dus dat is een goede tip. Ja. Ja, en vindt u het ook prettig om hier langs het kanaal te gaan? Want het is op zich, kan je heel snel binnendoor als u uit de binnenstad komt. Maar dit is altijd wel een lekker stukje. Ja, ik vind de andere kant langs de andere kanaal net iets spannender, maar dat is meer wind. En de laatste tijd ook vaak wegwerkzaamheden. Ja. Dus dit gaat gewoon rechtdoor. En is het jou opgevallen dat we een prachtig restaurant hier hebben zitten? Ja. Ja, hebben ze er al gezeten? Nee. Misschien de volgende keer daarin racen? Nou, wie weet. Ja, ik heb het wel gebouwd zien worden. Maar... En hoe vond u dat gaan? Heeft u dat een beetje bijgehouden van, ze zijn weer verder. Sommige mensen hebben foto's gemaakt. Nou, ik heb een tijdje aan de overkant gewerkt. En in eerste instantie zag ik het dus afgebroken worden. En toen kwam ik een hele tijd niet. En toen was het opeens klaar. Het ziet er wel heel gezellig uit, moet ik zeggen. Met de bankjes naar het water en zo. Ik werk in twee zorgorganisaties. Eén die staat aan de andere kant van de brug. En de andere op bij de Beneluxlaan bij het begin. Oh ja. Dus daar race ik tussendoor. Dus u heeft gewoon twee afdelingen? Ja. Eén in het zorghotel De Wartburg en één in de Parkgraven Revalidatiecentrum. En is dat fijn voor u, dat u nu hier langs het kanaal kan gaan? Ja, heerlijk. En hoeveel keer per dag doet u dat? Want u zag er wel ervaren uit, moet ik zeggen. Eigenlijk bijna iedere dag één keer, van de ene locatie naar de andere locatie. Dan bent u wel erg sportief, moet ik zeggen, want ik woon hier in de wijk. Nu is het mooi, maar... Ja. Maar ook dus wanneer het sneeuwt en zo? Ja. Ja, absoluut. Ik wil graag weten waar je naartoe gaat. Ik een wandeltje maken. Een wandeltje maken, ja. En doet u dat vaak? Lekker koffie wil drinken hier. En doet u dat vaak, want het is nog niet zo lang hier, hè, op Rozen? Nee, dat is niet zo lang hier, nee. Het is een beetje gezellig daar. Ja. Kanaleling is prachtig geworden. Ja, toch? Ja. En wordt het steeds beter? Komt u ook hier uit de wijk? Ik ben samen met hem, dus we gaan samen op... Voor mij is het de eerste keer om hier te komen, dus hartstikke leuk. Uitzicht op de schepen en hartstikke fijn. Bent u wel vaker hier geweest? Want hij zegt dat hij wel vaker een wandelingetje maakt. Maar u bent hier voor het eerst, zegt u. Hoe vindt u het? Nou, is het anders dan nu dag? Nou, nee, ik heb hier wel vaker gezeten en ik heb zelf ook gevaren, dus ik ken dit heel erg goed. Ja, nee, het is een stukken verbeterd. Ja, erg mooi geworden. En hoe vaak wandel je? Wandel je echt elke dag? Of, Elke dag. Ik woon hier op de Marcelaan. Ah. Ja, ik ken jou. En dus volgende keer gaan we een keertje samen wandelen. Prima. Adios. Ciao.